Position, left hand on your on the floor, bending over the left side, and a loop towards the right hand. Waarom geef je yogalessen op de UT? Ja, goede vraag. Nou, ik denk een van de redenen is dat ik graag had gehad het feit dat ik toen zo jong was, dat mensen mij tools hadden gegeven om beter met stress om te gaan. En uiteindelijk is dat een hele grote reden om, of in ieder geval mijn passie, om hier les te geven. Ja. Waarom ben je hier vandaag bij de yogales aangesloten? Ja, ik studeer hier op de UT, dus ik hoorde van vriendinnen dat hier yoga werd gegeven. Dus van alle stress van tentamens leek me dat wel een goeie. Dus. Heb je nou ook echt het gevoel dat het wat meer ontspanning gebracht heeft? Ja, zeker. Ja, na de hand voel je dat ook wel echt heel goed. Dus ik moest mezelf wel even motiveren om te komen, maar daarna ben ik wel echt heel blij dat ik er ben geweest. I signed up for yoga classes because they are great. It's what I'm looking forward to at the end of my week, honestly. Come here to relax, to stretch, to get that stress off the week from my shoulders. Wat maakt yoga nou zo ontspannend? Het is de combinatie juist. Hè? Enerzijds de fysieke beweging, waardoor je beter in je lijf komt. Hè? Je komt uit je hoofd, in je lijf. In combinatie met heel gefocust zijn op je ademhaling. Die haalt je weg uit het verleden, uit de toekomst in dit moment. En dat maakt dus uiteindelijk dat je door in ontspanning komt. En eigenlijk dichter bij je ware natuur komt. En dat voelt zo goed. Super. En was het een beetje wat je verwacht had van de yoga? Ja, ik dacht wel dat het wat meer zweverig zou zijn. Maar dat valt echt heel erg mee. Ja. Blijf je hier nu om lessen te geven of is dit echt tijdelijk vanwege de examenperiode? Deze weken zijn wekelijks. Maar volgende week ga ik incidentele lessen geven voor studenten die heel veel stress hebben tijdens de tentamens. Daar ga ik ook nog lessen apart geven. Ja. Dus je roept elke student op hier en dat je mee te doen? Jazeker, ja. Dus allemaal hier naartoe komen. Ja.